Toch ideaal, is... je kan PUBG spelen en tegelijkertijd Whatsapp. Ja, maar dat kan dus niet, want dan ben je dood in PUBG. Nou, ja, dan moet je een goede schouwplaats hebben. Nee, maar um, Arnaud is... speelt duidelijk geen PUBG. Dit is, uh, <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast met mij. Mijn naam is Wout en naast me zit Arnaat Wokke. Hoi. En tegenover me heb ik Jurian Uwachs. Hallo. Uh, wij gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. In plaats van één ding. Want dan zagen we meerdere leuke uh, nieuwsfeitjes. Maar eerst wil ik eventjes uh, jullie bedanken. Want we hadden heel veel leuke reacties onder de vorige podcast. Uh, het ging over van alles en nog wat. Een van de dingen was dat Jur. Ja, iedereen, uh, iedereen wil, wil ons horen. Op. Nou, niet alleen ons, want ook graag experts. Maar mensen willen. Zeker meer horen over de herverdeling van welvaart en de eventuele invloed die AI daar dan wel of niet nog op heeft. En zo. Dus Precies, dat uh... hadden we een soort, uh, soort oproepje ingegooid. Vind je dat leuk? Uh, veel van jullie zeiden, dat vinden we leuk. Sterker nog, sommige mensen zeiden: ik heb speciaal een account aangemaakt op tweakers om even hier op ja te antwoorden. Ja. Ook gewoon mensen die zeiden: ik heb speciaal een account aangemaakt, omdat ik toch even wil melden hoe leuk je de podcast vind. Ja, superleuk om te horen. Super tof. Horen. Ja. Ja, ja, nee, ik moet zeggen. Uh, we hebben een kritisch publiek bij Tweakers. En op alles wat we doen, uh, krijgen we zowel positieve als negatieve dingen. Dat vinden we ook helemaal prima. We leren alleen maar van. Maar ik ben een beetje versteld over hoe leuk de reacties elke keer zijn... op wat wij hier uh, met z'n allen in dit hokje opnemen elke week. Dus, ben, je, ben je hoger uh, of lager versteld? Hoger of lager versteld. Je, staat ben ik versteld. je staat versteld. Ik ben versteld. Um, elke, elke week weer een stukje hoger. Um, dus, dus dank ervoor. Het is echt super leuk om te lezen en dat, uh, dat motiveert uh, ons alleen maar. Um, ja, sorry, sorry, ik kon het echt niet laten. Gewoon. Goed. Houden we ook gewoon erin. Um, zagen nog weinig mensen voor de QA. Dus mocht je nog wel uh, wat vragen aan ons hebben, het lijkt ons leuk om een keer een QA-episode te doen. Komen er geen vragen, dan doen we dat niet. Maar uh, zie het als een EME, wil je ons uh, iets vragen over de podcast, over tech, over tweakers, uh, let us know. En als we genoeg een keer bij elkaar hebben, kunnen we daar ook een keer wat in de uitzending mee doen. Um, en ik vind eigenlijk wel, nu we al bijna vier maanden bezig zijn, wil ik toch wel een keer over reviews beginnen. Hoort er toch wel een beetje bij als je een podcast doet? Ik zat net te checken. We hebben gewoon al 54 reviews op iTunes. Wauw. Of beoordelingen, moet ik zeggen. Mensen die een, een sterrenrating hebben gegeven. En een aantal mensen hebben ook gewoon een verhaaltje achtergelaten. Dus dat vinden we ook heel leuk. Want, uh, nou, we doen het uiteindelijk omdat mensen het leuk moeten vinden. We doen het voor jullie. We doen het voor jullie jongens, niet voor onszelf. Um, highlights, Arnoud. Jij wilt het hebben over toetsenbord toetsen. Waarom? <laughs> omdat ik heel erg heb uitgekeken naar de nieuwe MacBook Pro's. En uh, uh, afgelopen donderdag, als ik het wel heb. Um, uh, bracht Apple eindelijk zijn nieuwe modellen uit? En ik dacht, nou wat gaan ze doen aan hun toetsenborden? Want uh, voor degenen die niet helemaal op de hoogte zijn en niet in de Apple-wereld zitten, is er een hoop gedoe over. Want sinds een paar jaar is Apple overal op Butterfly-toetsenborden. Um, dat maakt de laptops dunner. Um, ook minder travel trouwens op het toetsenbord. Maar het grote probleem is: als er ook maar een enkel stukje stof onderkomt, dan uh, doet de toets het niet meer. Dan kan je hem, niet meer, uh, dan kan je hem wel indrukken, maar hij komt niet meer omhoog. En dat is natuurlijk een groot probleem. En het probleem wordt alleen maar groter als je beseft dat je kan uh, bij zo'n toetsenbord niet één enkele toets vervangen. Dan moet je het hele toetsenbord vervangen en trouwens ook het hele gedeelte wat eronder zit. Dus je moet eigenlijk je halve laptop vervangen op het moment dat er één toets stuk is. Um, en, en het is eigenlijk bijna niet te fixen. En ze kwamen dus met nieuwe modellen en daarin zeiden ze over het toetsenbord. Hij is stiller. En dat was niet wat iemand had verwacht, want ze hadden een paar weken geleden... Dat is ook niet waar iemand om heeft gevraagd, volgens mij. Nee. <laughs> Sowieso, die dunne toetsenborden. Ik, ik kaap me even daarna op terug, maar dit is de derde generatie nu al. En ik heb er nog niemand echt positief over gehoord dat het nou lekkerder tikt. Of dat ze dachten, oh, die vorige laptop was zo dik, dat was een probleem. Ja, inderdaad. En het, 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 het was ook niet echt een probleem. Daar was zo'n rare aankondiging. En ze hadden een paar weken geleden een reparatieprogramma aangekondigd. Dus iedereen die een MacBook koopt en binnen vier jaar problemen heeft met het toetsenbord, dat maken ze gewoon onder garantie. Um, dus dat is op zich wel netjes. Hoewel vier jaar voor een laptop denk ik niet lang genoeg is voor iedereen. Uh, voor veel mensen niet. Maar hey, als je hem op, tijdens een opleiding gebruikt, dan kom je daar in elk geval de opleiding mee door. Um, maar ja, dat was al een soort erkenning van: er is hier iets mis mee. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ze dat hele toetsenbord opnieuw hadden ontworpen. Dat hebben ze niet gedaan. Um, maar nu is er een eerste teardown geweest. En daaruit blijkt in elk geval dat ze een soort plastic laagje onder de, onder de toets hebben geschoven. Zodat stof en vuil er minder makkelijk onder komt. En daardoor zouden ze vermoedelijk dus minder snel stuk moeten gaan. Maar ja, het blijft gewoon een fix voor een designfout die nog steeds blijft zitten. Ja, waarvan ik me dus opvra afvraag. Ik ga lekker vandaag met taal. Uh, ik heb een eindredacteurjeur nodig. Waarvan ik me afvraag uh, wat dan de, 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 de upside is van dat hele systeem. Ja, het is, het is dunner. Ja, je hebt een dunnere laptop. Dat, dat, dat is het hele voordeel. En Apple is dol op dingen dunner maken. Um, en dat, dat hebben ze al jaren gedaan. En dat deden ze met deze toetsenborden opnieuw. Maar je kunt je afvragen of hier de, de, de trade-off... zoals ze dat in het mooie Engels zeggen... de, 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 de ruil die je doet, een dunnere dunner laptop, maar een toetsenbord... dat uh, functioneel en uh, duurzaamheidstechnisch minder is... of dat het wel waard is. En ik zou zeggen het antwoord is nee. Uh, maar Apple zegt kennelijk het antwoord is ja. All right. Jur, in een van de eerste afleveringen... al die maanden geleden... hadden we het over een augmented reality app van M&M... die je moest gebruiken bij een concert. En lo and behold, dat concert was vorige week. Ja, ja we hadden het toen over de M&M over de, de AR app... Waarin je ook zonder concert al iets wat dingetjes kon doen. Mama's Spaghetti en weet ik het, wat dat allemaal. Maar uh, de, de, ja, het hoofdmenu van de app was natuurlijk tijdens de show. Uh, tijdens de eerste zes of vijf of zes nummers kon je verschillende soorten uh, yeah, AR's activeren. En dan gebeurde er iets boven het publiek. Of als niet, het werkt, als het werkt. Want ik stond naast jou en voor de luisteraar, Jur en ik waren naar het concert toe. En uh, op het uh, zijscherm, het scherm naast het podium, kwam een AR-logootje. Dus wij meteen telefoon erbij grijpen van yes, dit is het moment waar we toch al maanden naar uitkijken. En, ja. <laughs> en jij kreeg mooie ja. dingen op je scherm te zien. En wij weigeren die hele rot-app gewoon. Ja, nee, ik, Nou ja, mooie dingen. Kijk, dat is het wel. Er um, nou ja, waren verschillende. Bijvoorbeeld in het nummer Kill You. Dan verschijnt dus een hele grote. Wat is het? Een uh, Jason Cha een Chainsaw en zo. En ja, weet je. Groze Jason Huppel de Achternaam. Bekend uit films met het masker. Komt niet, kom niet op zijn achternaam. Niet belangrijk. Met een hele grote chainsaw. Inderdaad. En die, die, die sloeg al zo'n eer op het publiek. En dan uh, vlogen er bloedspets in de rond. En dat was. Ja, wel leuk. Alleen uh, mijn, uh, al die dingen stonden wel volledig scheef bij mij. Misschien kwam het dat wij een beetje rechts van het podium stonden ook. Dat het daar. Uh, ja, de, de plaatsing van het ja. virtuele en de echte wereld dingen gingen door het podium heen. Het was ja, ja. niet heel ja. ja wat ik wel tof vond tijdens het nummer Wide America, trouwens ook nog een ik nog een discussie over over een veld vol wit, overwegend mensen, wit, ja. witte ja. mensen die allemaal hip hop heel tof vinden en dan nummer White, en iedereen was Wide America. There's nothing wrong with that. Maar <laughs> nee, tijdens dat nummer in de AR gingen er dan een aantal raketten opstijgen. Dat vond ik op zich nog wel. Dat vond ik de leukste eigenlijk die erbij zat. Uh, maar het resultaat, ja... Uh... Wat ik trouwens bij mij wel deed dat het op een gegeven moment ging regenen. Die okay. deed heel even. Oh, nou, was ja, dat Sten of zo? Ik weet niet. Dat ja, uh... volgens mij was dat Sten. Ja. Ja. Maar de, 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 de... kijk, ze hebben dit gemaakt omdat zij zeiden van ja, we, eigenlijk alle artiesten die uh, storen zich aan het feit dat iedereen maar 24-7 staat te filmen, weet je wel, dat halve publiek staat met een telefoontje in de handen. Nou, weet je wat, dan geven we er een spin aan en dan heb je er ook nog iets aan. Maar ik denk alleen maar van, ja shit, nu gaan nog meer mensen het doen. Want ik had, zo, ik had anders nooit de half, de, die, al die zes nummers in het begin met mijn telefoon in mijn handen gestaan. En nu wel. Dus nu waren er nog meer telefoontjes in de lucht. Dat werkt misschien een klein beetje averechts. En um, ja, mijn vriendin was ook mee en die is toch wel goed, uh, nou, ruim een kop kleiner dan dat wij zijn. Die zag gewoon het podium niet meer, omdat er zoveel schermpjes voor zaten. Omdat iedereen maar continu aan het filmen is. Hoe fucking irritant is dat? Ik denk heel irritant, ik ja. ben wat langer, dus ik had ja, er wel last tot, van. Maar, maar ik ben ook langer, ik ben langer dan jij en ook ik heb af en toe wel om mobieltjes heen moeten kijken om... Nou, sowieso was m&m voor ons natuurlijk maar een stipje aan de, aan de horizon, waar we, niet, waar we niet de... We stonden niet de, heel dichtbij inderdaad. Nee, we stonden volgens mij halverwege het veld, wat op zich best respectabel is, maar ja, dat veld is zo groot dus dat is gewoon nog steeds wel een flinke afstand. Um, Nee, ja, ik, de, 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 waar die is vandaan komt, om, om altijd alles maar. En ik, ik doe het zelf ook. Ik neem zelf ook clipjes op dat ik later denk: van waarom eigenlijk? Vooral, vooral omdat mijn telefoon überhaupt helemaal niet goed is in harde geluiden opnemen. Dus ik heb er helemaal niks aan. Maar um, ja, nou goed. Dat, dat, nee. Dus de, de, de AR-app, ik vond het leuk dat ik hem eindelijk kon gebruiken. Wat je zei, we hebben hem een half jaar geleden, of nee, een paar maanden geleden, hebben we hem dan ontdekt. En nou, nu, nu dan eindelijk tijdens de show van Eminem konden we gebruiken. Het was, nou, het was aardig. Maar het is toch heel logisch dat allemaal mensen dat gaan zitten staan, staan filmen? Want doel, je, uh, je, je wil delen dat je daar bent. Dan kun je ja. natuurlijk echte concertbeelden delen... die op YouTube staan of zoiets. Ja. Met meerdere angles en zo, wat er heel mooi uitziet. Maar dan laat je niet zien dat jij er bent geweest. Nee, maar het is wel de hoeveelheid. Als mensen gewoon een fotootje zouden maken... Ja, en ergens zouden plaatsen, ik ben hier. Dan staat het al over concerten filmen, man. Je hebt mensen die echt gewoon complete nummers... of meerdere nummers achter elkaar aan het filmen zijn. mensen, Ik denk, je krijgt een enorm lamme arm. Ja. Ik heb gewoon echt soms mensen zitten bekijken... die gewoon minuten achter elkaar... Ja. Ja. Met een hand lucht aan het filmen waren. Ik dan denk ik, denk ik wel, wat doe jij dan met die video later? Gaat die online? Of de, denk je een jaar ja. later, oh nou, ik wil dat concert weer even nabeleven. Ik ga een crappy cellphone video kijken van het concert. Ik, ik heb het idee dat het bijna een soort instinctieve reactie is van mensen. Oh, ik ben hier. Ik moet dit filmen. Ik moet dit voor iets vastleggen. En dan later doe je er ja. niks meer ja, mee. dat is toch altijd zo? Ook als ja, er iets groots gebeurt of zo. Ik snap ongeluk, het wel. Dan staat iedereen te filmen. Ja, ik snap wel dat je het filmt. Ik heb ook wel eens, als ik een filmpje terugkijk, ondanks slecht geluid, dan komt een stukje van het gevoel dat je erbij had destijds. Komt ja. weer terug, dat je, her, je herleeft het. Maar ik heb daar niet 25 verschillende filmpjes van al die nummers van nodig. En ik zweer het, hè. ik heb, ik heb een Instagram-account uh, Instagram gezien. die gewoon alle 25, 24, 60, whatever het was. Uh, nummers los op zijn stories had. Dus van elk, van elk nummer had hij gewoon een snippet van 30 seconden in zijn stories staan. En dan heb je dus gewoon iedere keer. Sta je dus, dan heb je je telefoon gewoon nooit losgelaten. Sta je continu met je telefoon uh, in je hand. Ja, met een, met een powerbank erbij, denk ik. Holy Waarschijnlijk shit. ook nog. Anyway, ik maar zouden zou, ik... jullie liever zien dat een concert gewoon helemaal telefoonvrij is? Uh, ja, ik zou er echt niks op tegen hebben als er uh, staat geen telefoon. Want dat, dat gebeurt hè? Dan, dan delen ze volgens mij kunst of hoesjes uit. In, in het begin. En alleen een medewerker kan die dan weer losmaken. Dus die gaat, die okay, gaat vast. Ik, ik zie nu al dat als ik dat met, 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 met 80.000 mensen moet gaan doen. Dat ik enorm lang in de rij sta om eruit te gaan. Dus dat wil ik niet. Dat lijkt me niks. Nou maar, het, is, het, is al, het is al. Jack White had volgens mij vorige week een concert. Of ik was ik heb er wel eens bij. over gelezen, die hoesjes en, inderdaad. En, en, en daar is het ook gebeurd. En dat waren ja. ook duizenden mensen. Ik zou en het sowieso okay. prima vinden: als gewoon op evenementen waarvan de bedoeling is dat je van het evenement geniet. Dat er gewoon een meer een hmm. soort moris komt van. Hou die telefoon lekker in je broek. Live, wees in het moment, geniet ervan. Ja, dat. De, ja. Mijn, mijn favoriete concerten zijn bijna allemaal Dropkick Murphys concerten. En wat ik daar bijna allemaal doe is... of ik geef mijn telefoon aan iemand anders die niet naar de moshpit gaat... of ik laat hem in een kluisje liggen... of ik neem hem überhaupt niet eens mee. Want uh, ja, in een moshpit en een telefoon in je broekzak... dat is gewoon een no-no. Um, al, al vallen er wel eens telefoons op de grond... wat, dan niet, wat ik dan hilarisch vind. Maar uh, ja, dat zijn wel mijn favoriete herinneringen. Dat is, dat is hoe ik een concert wil beleven. En niet anderhalf uur met een telefoon in hand. Nee, daarom. Dus uiteindelijk hoop ik ook helemaal niet dat andere mensen ook AR-apps gaan doen, of andere artiesten. Want het resultaat was, uh, nou, wat ik bij eerste Telefoon kon zien, echt best wel leem. Ja, Wel, 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 wel aardig. Het is grappig om een keer gezien te hebben, maar ja. het, ik hoop niet dat dit een nieuwe standaard wordt en dat we daardoor inderdaad zo'n zee van telefoontjes krijgen waar we niet doorheen meer kunnen kijken. Over een paar jaar hebben we allemaal een AR-bril op ons hoofd als we naar een concert gaan. Nou ja, dat zou ik dan beter vinden eigenlijk. Want de andere mensen daar geen last van Hoeft Eminem niet eens meer naar Nederland te komen? Dan staat nee, hij gewoon op precies. te treden in zijn precies. achtertuin. Samen toepak. Ja, dan hoeft hij ook niet meer. Weet hij ook niet meer. Hoeft hij niet te onthouden waar hij is. Zoals die vriend van die elke keer schreeuwde: Hey Amsterdam. <laughs> ja, Terwijl we in Nijmegen waren. <laughs> ah, dat is één keer. Eén keer uh. zijn die Amsterdam. Anyway, uh, ik wil het nog even hebben over commando's. Als ik dat zeg, Jur, die weet meteen at, waar ik het over heb. At your service. Of uh, een verletzter, alarm, alarm. Grim Bray. Zinnetje, het zinnetje wat mij eraan doet denken. Arnoud die is Ik weer Ik heb naar, geen idee. Arnoud, Arnoud, Arnoud kijkt weer Wimbledon. Hier, die gaat van links naar rechts, van links naar rechts. Nee, Commandos was een... Um, een hoe noemt het? Het is een isometric real-time tactic game. Oftewel, je keek schuim van boven en je was uh, met ja, een troep commando's. Uh, in de Tweede Wereldoorlog was je... Missies aan het uitvoeren. Uh, heel veel met stealth. Dus je moest echt goed op het speelveld kijken van tevoren. Um, ja, waar moet ik heen? Welke huisjes? Wat zijn de, waar lopen de wachters? Wat zijn hun routes? Hoe ze lopen? Hoe moet ik het allemaal timen en zo? Ik heb daar echt heel veel tijd aan besteed. tot middelbare school. Die game die was eind. 98 of zo is die van. Zijn nog een paar vervolgen gekomen. Anyway, de rechten zijn nu uh, opgekocht door een nieuwe uitgever. En die heeft gezegd dat ze in ieder geval. de distributie van de huidige games doorzetten. Want je kan het nog steeds op Steam kopen. Wel een, niet een nieuwe uitgever, maar. Ze hebben wel nu nieuw de rechten, dat wel. Clips. Ja, precies. Het is datzelfde, het niet nieuw. Nee, precies. Ze hebben nu de, de rechten zijn naar een nieuwe uitgever gegaan van de, van de oude. Um, en ze hebben gezegd dat ze dus uh, overwegen of, of bijna alles een beetje doorblaats Dat ze met remasters komen. En daar word ik heel blij van. Want dit is voor mij echt een van de games van ja, eind jaren 90. Ik vind sowieso oorlogsgames altijd leuk. Uh, nou, leuk, dat klinkt ook weer gek. Ik vind dat uh, interessante games om te spelen. Um, dus ik, uh, ik kijk daar eigenlijk wel uh, naar uit. Um, ik, weet, ik kijk heel veel naar Jur. Er wordt wel echt enorm veel geremasterd uh, vandaag de dag. Uh, ben jij er een beetje fan van? Dat is zeker waar. Ik ben altijd even de eerste die roept: uh, Ik wil gewoon nieuwe games. Um, tegelijkertijd. Speel je ook Skyrim op je Switch? Ja, precies. Tegelijkertijd zijn er ook wel. Zijn er ook wel <laughs> en er zijn ook zeker games waar ik ik oh, bedoel ge, Geef me een remaster Skate 3 en ik speel het grijs. Dat sowieso. Maar. In bredere zin van het woord vind ik het een leukere wereld als alle uitgevers zich continu richten op het maken van nieuwe dingen. Dus um, ja, ik weet niet wat Calypso verder van plan is. Of dat ze ook zeg maar nieuwe dingen gaan maken. Of dat ze daar überhaupt een, een ontwikkelaar voor hebben. Um, Calypso ken ik volgens mij vooral van uh, een beetje strategieachtige... Maar nu is die Tropico dingen Ja, enzo, so Tropico uit. en zo, inderdaad. Ik weet niet of die een team in huis hebben dat nu gewoon een Commandos game kan maken dat ook recht doet aan wat commandos vroeger was. Want uh, in de. In de latere jaren van de franchise is er op een gegeven moment zelfs nog een first-person shooter in de kom. Ja, wat dan, wat dan een beetje, over. ja, dat moest dan eigenlijk een beetje Brothers in Arms achtig zijn waarbij je volgens mij en schieten en dan ook een beetje tactics had, maar dat kwam totaal niet uit ver, slechte game. Um, ja, de, de Commandos games zijn classics. Een en twee zeker. Um, uh, Remake en ik ga ze vast wel spelen. Ik vind het toch best wel tof om inderdaad nog een keertje te doen. Um, tegelijkertijd en dat merk ik gewoon met veel remasters, ik weet de weg weet je wel? Je denkt nu als je nu probeert voor te stellen hoe zo'n level eruit ziet, dan lukt dat niet meer. Ja, misschien Hitler's fort, dat was wel redelijk iconisch, maar uh, dat die laatste dat laatste level. Maar uh, voor de rest, zodra je het dan weer voor je ziet en je denkt, ah oh ja, wacht even, dit moet zo, en zeker de wat, zeker de wat meer ingenieuze stukjes, de wat moeilijkere stukjes, die heb je dan toch vaak wel weer van, ah, oh, wacht even. Je kent ook de denkwijze. Het speelt gewoon niet als een nieuwe game. Dus ja, ik, ik, ja, je wordt wat minder verrast. Ja, daarom. Het is het is het is wel weer leuk om eventjes te doen, maar ja, ik kan, ik kan het niet echt enthousiast van worden dat is toch ook door het feit dat jij al zegt van ja dat ga ik zeker spelen en jij ook wel dat is toch dat, dat de hele reden dat ja, ze het ja. maken is, is nee maar dat dat zeg ik ook ik ga het zeker spelen alleen ja een dagje misschien twee ja. maar kan je wel. kan het uit om, om het voor die ja, ja je doet wel een beetje voor die nostalgiefactor misschien ja en dan en nou goed dan is het even de vraag hoe goed het hoe goed het opgepoetst wordt er zijn best wel veel games ook in ook in remaster van waar je ondanks dat die remaster is toch nog wel gewoon de de ja De rough edges om zo te zeggen, nog wel gewoon ziet dat je denkt, nou, oké, dit is wel gewoon echt een best wel oude game. En je kan veel ophoetsen, maar uh, um, ja, gameplay systemen niet nee. tenzij je er en dat eruit sloopt en er een heel nieuw Dat dat kan en dan maar, heb je een nieuw game, maar het is christus zo moeite. Nou, ja, dan het verhaal in het verloop, zei hetzelfde, maar dat kan wel. ik uh, ja, de, de, de remastered versies van de Jad Premium, die Uncharted Box met de 1, 2 en 3 erin, uh, die kwam volgens mij vlak voor deel 4 uit. Ja, dan, als je dan Uncharted 1 speelt, het blijft een goede game. Maar bepaalde uh, technieken, zoals ja, de, de soepelheid van dekking zoeken, om dekking heen schieten, het platformen, dat voelt gewoon wat, 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 wat oud aan. Wat, wat, wat niet, niet zo soepel als dat het nu in huidige adventure games gestopt wordt. En dat ga je met een nieuw likje verf en een wat hogere framerate en 4K of whatever, wat je, wat je er maar op wil gooien, ga je dat natuurlijk niet veranderen. Nee, dat klopt. En Zijn jullie niet bang dat zo'n remaster eigenlijk gewoon uiteindelijk dat je dan denkt, nou, dit is een vrij matige game. Nou, zo, ik heb soms wel mee als ik games revisit... ook gewoon als ik games van vroeger speel... nog niet eens remastered maar het origineel... dat ik ze positiever herinner dan de eigenlijke ervaring. Dat heb ik vaak als ik dan een game uh, weer eens ga spelen. Dan zijn ze of veel moeilijker dan ik dacht. Blijkbaar was ik vroeger als klein kind veel beter in gamen. Vooral ja. van, die, van die platforms op de SNES en de Mega Drive... waarbij je ja. constant ja, doodgaat. Ik vond dat toen leuk. En nu heb ik daar echt een geduld niet meer voor. Uh, ik heb het bij games op de Nintendo 64 bijvoorbeeld... die er best wel gedateerd uitzien... vanwege de grafische stijl van de Nintendo 64. Destijds vond ik het heel vet en heel mooi. Als ik het nu terugzie, dan valt dat toch wel weer een beetje tegen. Een game als Goldeneye heb ik grijs gespeeld. Nou, de controls van Goldeneye, ik kan echt gewoon niet rechtlopen... op dit moment en gewoon iemand raken. Dus soms is misschien de herinnering wel gewoon beter. Hmm. Ja, zeker. Al moet ik wel zeggen, je net over is nostalgie dan niet? Weet je, de factor om dit te doen. Ik was gisteren dus een beetje aan het googlen over commando's. En toen via via kwam ik op een website van een dude die oude games in HTML5 en JavaScript en zo namaakte. En daar heb ik toch even een heel klein potje Command Canker 1 in mijn browser zitten spelen. Ja, dat is nice. Met de filmpjes die ik ook gewoon erbij kon zien. Ja. En helemaal origineel. En it held up. Dat vond ik echt wel, echt wel heel tof. Ja, en ik heb, uh, ik heb ondertussen uh, Knights of the Old Republic al zeker op drie verschillende platformen uitgespeeld. Waarvan twee keer op de iPad. Dus, nee, ja. dus een echt goede game blijft een echt goede game. Nog één tip trouwens. Uh, Want ik zag in de comments onder ons uh, nieuwsbericht hierover. Het naam van een ander spel heel vaak terugkomen. Wat een beetje de spirituele opvolger van Commanders zou zijn. Dat heet uh, Shadow Tactics Blades of the Shogun. Helemaal in Japanse stijl, dus um, een heel ander thema. Maar wel qua gameplay, uh, hoe het voelt, uh, hoe het speelt. Alle spelmechanics en zo zijn eigenlijk één op één um, als een soort hommage overgenomen uit de eerste commando's. Dat is een game die wat nieuwer is en gewoon op Steam staat. Dus als er naar mensen luisteren denken Oh, commando's, dat vond ik ook zo'n vette game. Maar ik wil iets wat erop lijkt, maar dan nieuw. Dan zou je dus Shadow Tactics Blades of the Shogun eens kunnen, kunnen bekijken. Ik kan nu een heel kunstmatig bruggetje bouwen. Zou ik dat doen? Ik ben heel benieuwd naar ja, je brugbouwkwaliteiten. Nou, er kwam uh, niet heel lang geleden, deze zomer, kwam er ook een game uit. En dat is dus De Brug. Het is ook een game. Uh, namelijk ik weet het al. Miami Street. Nee, ik weet hem niet. <laughs> <laughs> en die verschijnt in de Windows Store en, en, en is van Microsoft. En dat klinkt allemaal niet zo spannend. Totdat je de beschrijving leest en er staat dat die geschikt is voor Windows 10 en Andromeda OS. Hoe is je brugje niet Mass Effect Andromeda? Die kan ook. <laughs> ik, denk, <laughs> ik denk, hij begon over een gaming. Ik, denk, ik weet hem in, in Miami Street. Nee, ik weet hem niet. <laughs> nee, inderdaad. Maar we kan, of je nou via de route Mass Effect gaat, via de route Miami Street. We komen uit bij Andromeda, inderdaad. Um, een, een naam die al langer rondzinkt in Techland. Ook gewoon bij ons. En we hebben er al vaker over geschreven. Terwijl eigenlijk niet helemaal duidelijk is wat het is. Maar we weten dat Microsoft werkt aan iets dat op Windows draait, het is iets dat klein is. Het is geen telefoon. Het klinkt als een raadsel, ik al. maar, het ja, is geen... zeggen. Ja, maar dat is dus een beetje het gekke. Want er wordt over geschreven en er wordt uh, gewoon over geblogd en gevlogd. En mensen hebben het erover alsof het al iets is wat aangekondigd is. Maar buiten dat het Andromeda is, weet ik er persoonlijk weinig van. Jij zit iets meer op het nieuws, Arnaud. Ja, nou, als je er een visuele voorstelling bij, maak, uh, bij wil maken, denk dan aan een Nintendo 3DS of iets in die trant. Um, want zoiets gaat het worden, alleen dan met grotere schermen, maar dezelfde soort grote van behuizing. Het moet echt... Uh, ook dat het open en dicht klapt? Ja, ook dat het open en dicht klapt. Een clamshell zoals Een clamshell uh, met twee het schermen. Gaat, het wordt gewoon een Microsoft Dual Shield. <laughs> Dual Shield? Nee. Dual Screen. Screen, ja ik zeg Dual shield. shield, ja. En uh, het zou in de service-lijn vallen. Uh, dat is in elk geval de bedoeling. En um, hoe het eruit ziet, dat is afgeleid aan uh, patenten die ze hebben aangevraagd op uh, dit ontwerp. Je zou ook een pennetje bij krijgen om erop te schrijven. 3D-schermen zoals de 3DS heeft hij dan waarschijnlijk weer niet. Um, en uh, dat zou dus draaien op een soort variant van Windows 10 uh, met de naam Andromeda OS. Uh, die uh, speciaal daarvoor uh, dus geschikt het, het is. Dus het apparaat heet niet Andromeda, maar ze gaan een apart besturingssysteem maken, een aparte variant van Windows alleen hiervoor. Nee, het apparaat zou ook wel de codenaam Andromeda hebben, ja. ja. maar een codenaam kan natuurlijk ook gewoon nog aangepast worden. Ja, precies. Dat zou het zijn dan Service Mini Light. Ik weet niet precies. Al die al die Androids, je hebt ook gewoon de codenamen die wij dan uiteindelijk gewoon blijven gebruiken. Dat is toch? Ja. Nee, dat is wel waar. Maar ik ergens, het hele idee van Microsoft de laatste jaren was toch juist dat alle Windows dingen moesten hetzelfde zijn. Alles moet Windows draaien. De Xbox moet onderhuids Windows draaien. Je PC, je laptop. Windows Phone was het idee. De, de, als je het op een kleiner scherm dat is het Windows. En daar gaan ze nu van afstappen, misschien? Nee, nee, nee. Het heeft nog steeds uh, de, de, de kernel en alle andere libraries van, van Windows. Alleen de interface. En, en misschien nog een laagje eronder moet je aanpassen. om te zorgen dat het goed werkt op twee schermen. Dual Windows. Ja, zoiets, ja. Dun, dun, dun. En, en ik denk ook dat ze er op de ene manier, maar daar is natuurlijk niks over aangekondigd. grotere plannen hebben dan, dan alleen dit. Maar het moet op een kleiner scherm werken. Uh, zonder dat het Windows 10 Mobile is, want het is geen smartphone, ook al zou die wel kunnen bellen misschien. Ze zijn er ook kennelijk volgens geruchten er niet uit of het draait op, op ARM of op, of op een Intel processor. Uh, uh, dus dat is allemaal, nog, uh, het is allemaal nog een beetje onduidelijk. Wat is het doel? In, wat wil Microsoft hiermee? Welke markt willen ze willen ze Disrupten of, of domineren of is het nieuw? Wat, wat, wat willen ze? Wat is het? Nou, het hele idee van die, service, van die service lijn is dat ze aan andere fabrikanten laten zien: kijk, zo kunnen computers er ook uitzien. Dus ze begonnen in 2012 met die uh, uh, afneembare toetsenborden en tablet combinatie van de ja. Surface Pro. Uh, ze hebben die Surface uh, Studio, die enorme 27, 28 inch uh, all-in-one die je kan kantelen en dan kan je er lekker op krabbelen. Um, uh, dus dat soort dingen proberen ze allemaal in die servicelijn. En uh, dit is daar ook een variant van. Dit zou, denk ik, de smartphone moeten disrupten. Want ze, het is ze niet gelukt op de mobiele markt met Windows Phone en Windows 10 Mobile. Dat hebben ze zo goed als opgegeven. Ze denken: ja, als we dan niet uh, ze kunnen verslaan op de mobiele markt. dan moeten we die hele mobiele markt opnieuw uitvinden. En dat kan alleen met een nieuw soort apparaat. wat dan een smartphone eventueel zou kunnen overnemen, de functies daarvan. En daarvoor moet het dus klein zijn en in de zak passen. Maar ze willen het express niet vermarkten als een smartphone. Uh, want als ze dat zouden doen, dan zouden ze weer rechtstreeks moeten concurreren met iOS en Android. En dat lukt ze niet. Maar Arnott, je zegt net, de service is bedoeld om als demonstratie te dienen. Dat ze hebben we ook uh, destijds van de Nexus-telefoons gezegd. Maar volgens mij zorgt service gewoon voor een flinke inkomstenstroom tegenwoordig. Dus wil Microsoft dat andere bedrijven ook Andromeda-achtige apparaten maken? Of willen ze gewoon eigenlijk zeggen, weet je wat, we gaan gewoon. Des Apple's mensen geven waarvan ze niet weten dat ze het willen, maar wat heel populair gaat worden. En daar willen we gewoon heel veel geld mee verdienen. Goeie vraag. Ik denk een beetje van beide. Maar ik denk echt wel dat ze willen dat er meer van dit soort apparaten komen. Want Microsoft alleen uh, lukt het niet om echt een heel groot, uh, hele grote markt aan te boren. Ik, ik denk ook dat ze dit uh, binnen Microsoft zullen zien als een soort zakelijk apparaat, als een soort. Zoals een PDA een jaar of vijftien geleden was. Of een, Over een remasters is. gesproken. Dus we gaan de PDA remasteren. Een soort PDA remaster, Ja, zo, zo zie ik het eigenlijk wel. En ik denk ook dat ze op die manier uh, nog wel de nodige succes uh, kunnen halen. Want op de consumentenmarkt, uh, op mobiel gebied, hebben ze het gewoon opgegeven. Wij zijn niet uh, mensen die dat zakelijk zullen gebruiken, maar misschien dat er ook overlappers met consumentengebruik. Jur, als ik zeg een klaptelefoon met twee schermen en een pennetje van je binnenzak. Dan zeg jij dat wil ik? Mm. Mm. Ik, ik voel hem mm. namelijk niet. Als ik Pokémon op kan spelen, wel. Ja, je wil gewoon die, die DS variant gewoon, de kant nee, aan. Ik, ik zie er wel kansen voor, maar qua gaming, maar dit, dit, ik weet niet of dit nou voor mij. Ja. Het is toch ideaal. Het is, je kan PUBG spelen en tegelijkertijd WhatsAppen. Ja, maar dat kan dus niet, want dan ben je dood in PUBG. Ja, dan moet je een goede schuilplaats hebben. Nee, maar, uh, maar het speelt duidelijk geen publiek. Dit is, uh, ik, 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 <laughs> wat, niet op jullie niveau, denk volgens ik. Volgens mij is het is, is, is de van het hele verhaal een beetje dat het volgens mij nog heel erg onduidelijk is wat het allemaal gaat doen en wat het allemaal gaat kunnen. Ja. En dat ik, dit, je moet een user case overheen voordat je een beetje gaat begrijpen van wat de meerwaarde zou kunnen zijn. Want ja, dit is zo vaag nog allemaal. Maar nee, dat, ik, ik, ik ga haak vooral in op die designs die dan wel gelekt zijn. die patentdesigns. En dan zie je het wel gewoon eigenlijk twee schermen met een scharnier ertussen. Die je open en dicht kan klappen. Wat we op zich wel eens eerder bij devices gezien oh, hebben. Oh, dan zit er ook één steentje tussen. Klap je hem dicht, allebei schermstuk. Wauw. Ik weet niet, klap ze naar binnen of naar buiten? Ja, voor mij klappen ze inderdaad net als, een, net als een Nintendo 2DS of 3DS naar, 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 naar buiten toe. Dus inderdaad, als een DS, er een steentje de, tussen DS, goed, naar binnen klap, toe. Dus eh, binnen. Sorry, naar binnen toe, ja. ja. En als je hem uitklapt, dan zijn ja. alle, beide schermen ah, zichtbaar. Dan zijn je schermen wel goed, in principe goed beschermd. Tenzij je hem dichtklapt wel, dat tussen zat dan niet. Nou misschien dat ze die op die manier ook proberen aan te prijzen. Want als je hem laat vallen zijn de schermen niet stuk. Dat ja. zou best wel kunnen. Um, uh, dus ja, maar het, ze hebben in ieder geval als ze, dit, als ze dit doorzetten en echt gaan aankondigen, dat is nog maar de vraag. Want ze kunnen het ook gewoon annuleren. Ja, want het, laatste, het laatste gerucht was dat het eigenlijk gepland stond voor 2018 en dat ze het nu intern hebben doorgeschoven naar 2019. Ja, alleen ze hebben bijvoorbeeld ook een, een service mini. Tablet, dus een tablet van 7, 8 inch of zoiets. Hadden ze heel lang in de planning staan. Ze hadden zelfs al een event gepland om het aan te kondigen. Het ding en drie, was klaar. het ding was hartstikke klaar. Drie weken van tevoren hebben ze dat geannuleerd. Ze hadden ook een courier, als ik het goed uitspreek. Het was hetzelfde oh, idee. Oh, courier. Dat, dat, inderdaad, nu je dat zegt, dat een lampje branden. dat was toch ook een dual-screen device met ja, een pen. En... Ja. Alleen dan iets groter. Eh, Ten grootte van een, van, een, van een tablet wel. Ik, ik, ik stel me daar nog altijd een soort e-reader bij voor. Alleen dan uh, met twee schermen. Uh, voor mij was dat ongeveer het idee. Dat is er ook, dat is er ook nooit gekomen. Uh, dus ze hebben er wel een handje van om dingen als ze denken dat het niet gaat werken, gewoon te annuleren. En misschien is dat maar verstandig ook. Laatste ding dan, we horen ook al uh, een jaartje of twee denk, over de service phone, dat er intern gewerkt zou worden aan een telefoon en de surflijn. Verwacht jij dat dit dan dat is? Of denk je dat ze daar nog los met iets gaan komen? Nee, dat denk ik niet. Ik las ook onlangs een gerucht dat ze met Android-telefoons zouden komen. Ook daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Ik denk echt dat ze de mobiele markt uh, voor consumenten helemaal hebben opgegeven. Dat ze op dat gebied echt niks meer gaan doen behalve de ondersteuning uitzitten van, uh, van de laatste telefoons met, met Windows 10 Mobile. Dat duurt nog lang. Qua harder dan. Ja, en dat Want ze maken gaat echt best wel prima apps voor Android. Nou, je kan hartstikke goede Microsoft-apps op je iPhone gebruiken. Ja, precies. Maar Hoem, uh, HM, uh, dit is toch gewoon uh, ook mobiele markt? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, maar niet de consumentenmarkt die nu gedomineerd wordt door iOS en Android. Ze proberen echt een eigen kleine hoekje te vinden. Uh, met een eigen besturingssysteem, een eigen vorm ja. en design. En uh, volgens mij is de bedoeling dat je dit ding gaat gebruiken naast je telefoon. En niet ter vervanging van, in eerste instantie. Nou, als ik ermee kan bellen, kijk of ik gewoon überhaupt internet heb. Ik stel je nou voor dat, dat op de een of andere manier op magische wijze. Kijk, ik neem bijvoorbeeld als ik naar een presentatie of zo ga, neem ik altijd een tablet of een laptop mee om aantekeningen op te maken. Stel dat je hier op de een of andere manier gewoon zo snel en, en, en relaxed uh, aantekeningen kan maken met het tweede schermpje, dat dan een toetsenbord wordt of whatever. Uh, dat het super goed werkt, waardoor ik eigenlijk die twee apparaten kan vereenvoudigen tot één surface, whatever this thing is. Dual surface, I don't know. Uh, dan heb ik het wel degelijk over een vervanger voor mijn smartphone. Als jij dat op die manier gebruikt, wel. Maar dan gebruik je het ook alweer zakelijk, want je hebt het over presentaties waar je heen gaat. Etcetera, en niet per se een telefoon, maar het zou het kunnen. Maar ik denk niet dat dat de consumenten hun eerste doelgroep is, want zo is dat. Doet Microsoft eigenlijk nauwelijks meer? All right, we gaan het zien, we blijven het volgen en misschien inderdaad wordt het net zoals de kleine service en wordt het ding de nek omgedraaid terwijl de warehouse al vol ligt met de gevulde doosjes. Jur ja, slimme fietsloten. Of niet zo slimme fietssloten. Vertel. Nou ja. Uh, afgelopen week hadden we natuurlijk een nieuwsbericht dat uh, het, het, het fietslot van, van KBA KPN uh, aanwerkt. Samen met. Is dat samen met AXA trouwens? Of met wie het met, ja, met AXA? Ja. ja. Uh, dat die wel of niet meer. Dit, nee, Die moet nog dit jaar uitkomen. Dat was volgens mij het nieuws. En dat, wat is dan, wat is dan het, het slimme slot? Ze willen dus tegengaan dat mensen op de fiets gaan appen en dat soort dingen. Want er komen natuurlijk ongelukken van. Uh, dus. Als jouw uh, fietslot van AXA open staat, dus uh, niet gesloten is, um, dan verbreekt KPN de, jouw verbinding. Zowel van je normale telefoon als van uh, internet. Alleen, uh, alleen notenberoepen zijn dan nog te, te gebruiken. En dat wordt pas hersteld op het moment dat je de, jouw fietsslot weer dicht doet. Dan komt dus je internetverbinding weer terug. Dit klinkt als zo'n verschrikkelijk vergezochte, overengineerd oplossing maar voor een echt. simpel probleem. Maar echt, Jezus. Ik, bedoel, ik, zat, te, ik zat echt ja, ik, uh, ik moet je heel eerlijk bekennen: ik was niet eens op de hoogte van het bestaan van dit uh, project. Tot wij inderdaad het nieuws hadden dat die dan dit jaar nog zou moeten gaan verschijnen. Ik zat echt met verbazing te lezen. Ik denk: er de, de zijn dus gewoon mensen die bloedserieus bezig zijn met dit project. Die iets hebben van: wij gaan de wereld beter maken met onze technologieën. Huh? Dit is, dit is toch wel iets wat je oplost met, met je common sense? Of is, ben ik dan te naïef? Ik denk dat je te naïef bent, Wout. Heel veel mensen, ik, bedoel, ik denk dat heel veel mensen uh, verslaafd zijn aan hun telefoon... zoals ze verslaafd zijn aan roken of koffie. Dat is niet echt een probleem, maar het is er wel, koffie. Um, maar laten we roken nemen. Um, en dan er, komt dus, er komt dus binnenkort een aansteker die het niet doet als je fiets open staat, want anders ga je roken op de fiets. Nee, maar ik denk, dit, dit is wel een serieus issue. En, en uh, die, die fear of missing out, het idee dat je iets mist op het moment dat je die trilling voelt in je broekzak. En je, en je kan niet kijken, want je zit nog een kwartier of een half uur op de fiets. Um, ik denk dat het gevoel, en iedereen kent dat wel, zo sterk is. Um, uh, uh, dat je hem dan heel makkelijk bijpakt, dat je dan gevaarlijke situatie doet ontstaan en dat je dan wellicht jezelf of anderen in gevaar brengt op deze manier. Ja, ik vind het wel reëel eigenlijk en maar ik vind het heel goed dat dit er komt. Je kunt dus niet in je remmen knijpen, even stil gaan staan, telefoon uit je zak halen en dan dat appje, of je misschien verwacht je inderdaad een belletje, dat belletje toch even doen en daarna weer verder, verder fietsen. Dat kan ook niet. Nee, moet je moet eerst afstappen, fiets slot zetten, moet je wachten tot je verbinding, want laten we eerlijk zijn, op het moment dat jouw verbinding terugkomt, dat is ook geen twee seconden werk. Dan moet je ook weer wachten tot dat, tot dat allemaal. Want stel weer... je, verwacht, je verwacht een belangrijk telefoontje. Stel je gaat een huis kopen en je wacht op een telefoontje van de makelaar. Uh, misschien is dat iets medisch. Je en hebt, je, je moet... hebt gesolliciteerd bij de redactie van Tweakers en Wout belletje vandaag terug. En je moet gewoon serieus een lang stuk fietsen. Je woont ergens uh, niet in de stad, platteland. Dus je moet even een uurtje, 40 minuten fietsen. Dan wat Jur zegt. Ik vind natuurlijk mensen die constant appen door het verkeer gaan, uh, door roodrijden rijden en dat soort zaken. Dat is echt. Dat moet je echt zeggen doen. Dat, dat, dat is niet goed. Dat is echt een hele slechte ontwikkeling. Maar je moet gewoon toch wel de keuze kunnen krijgen. Dat je zegt ik stap even af. Want mijn telefoon gaat. En ik ga op de stoep staan. En ik ga het telefoon nemen. En dat kan dan gewoon niet. Dus ik vind het, 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 het. De signalering van het probleem klopt wel. Maar uit alle oplossingen die je dan kan bedenken. Dan denk je dat technologie in deze. Dat misschien niet moet zijn. Het voelt zo omslachtig echt. Nou, je, wat je eigenlijk zou willen is dan een soort um, een modus waarin je wel bereikbaar bent. Uh, en dat je dus weet dat je dat belangrijke telefoontje krijgt of dat belangrijke berichtje. Um, maar dat je er alsnog zeg maar, niet bij kan. Of dat je moet afstappen om het te beantwoorden. Zoiets zou je dan willen. Bedoel, how about gewoon als je dan toch iets technisch wilt doen, dat dat slot gelinkt is, of gewoon de beweging van je fiets. En je doet naar de stur-modus, net zoals dat we in de auto hebben, als je tegenwoordig rijdt met je auto, dat bijvoorbeeld een iPhone zegt. Hé, hey, ik ga in de autorijmodus. Want uh, je wilt nu geen notificaties hebben. Prima, dat vind ik helemaal niet gek. Dus nee. dat je inderdaad op de fiets, als je aan het rijden bent, geen notificaties binnenkrijgt. Maar je zult niet een heel slot voor te kopen. Ja, ik, ik, ik vind het een gaaf idee. Ik denk wel inderdaad dat de implementatie iets te, iets te strikt is. Um, dus ik denk wel dat dat beter kan. Maar dat lijkt me een software update of een keuze in de instellingen of iets. In die nou, als mensen het maar willen maar het kopen, het vind Het staat ze vrij, maar ik denk alleen maar mezelf. Ik ben vanochtend met de fiets hier naar werk gekomen. Dat is mijn uurtje wow. fiets. Nou, dankjewel. Het is voor uurtje fietsen uh, en ik heb gewoon Strava openstaan. Dus als ik mijn telefoon in een telefoonhouder dat heb zitten... Dat is ook een goede, trouwens. Ja, als je dus ja. zo'n slot hebt, kan je nooit meer uh, navigeren. Me navigeren met je telefoon, want je hebt geen internet. Ja. En het, e het enige wat ik hierin zie, oké, okay, dat, dat zou, uh, ik, een volwassene vind ik, zou zelf verstandig genoeg moeten zijn om zelf een oplossing te zoeken voor het, voor het probleem dat je niet kan, eigenlijk niet moet appen op de, op de fiets. Als je kinderen hebt die naar school gaan en waarvan je weet dat ze 24 7 aan het appen zijn met hun hele klas en weet ik het wat allemaal. Uh, dan zou ik misschien als ouder kunnen overwegen van oké, okay, ik zet zo'n slot je fiets. Tussen huis en school kan je gewoon niet appen, punt. En wat je daaromheen doet, moet je zelf weten. Nou, en als je dan een hele handige ouder bent, dan zet je gewoon s'avonds als ze naar bed gaan hun fietsslot open. <laughs> <laughs> en dan hebben ze ook nice. een fietsslot open, wifi uit, klaar. Hoppatee. Maar uh, nee, weet je... de. Als een soort van uh, bescherming van hè, de, de jongeren, de, de, kind, de kids die, die misschien inderdaad uh, risico's nemen, die ze zelf niet helemaal overzien. Nou ja, dat, dat is misschien een. Noem het een kinderslot. Bij wijze van. Een kinderslot op de fiets. Maar ja, om dit nou voor de grote markt uh, daar een oplossing voor te zien. Ja, goed, laten we wel weten, als alle kinderfietsen straks deze sloten hebben, dan is het natuurlijk al een gigantische markt. Dus dan ben je al, al dan, dan lacht KPN zich natuurlijk al helemaal rot. Dus wat dat betreft, uh, en ik wie, bezie wie, wie ook, ben ik? Ik zie het ook van de andere kant. Dat... Bedrijven als AXA en KPN, en KPN is echt in Nederland een groot bedrijf op, op netwerkgebied natuurlijk, dat die hiermee bezig zijn. Dat zegt iets over de, 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 de omvang van het probleem, en, en ze hoeven hier niet iets aan te doen. Het is niet core business voor KPN om dit probleem op te lossen. Uh, Samsung is er bijvoorbeeld ook mee bezig. Die heeft een app uitgebracht voor in de auto. Uh, dat is ook niet hun core business. De, ze, ze willen gewoon telefoontjes verkopen. Desondanks... Nee, maar je ziet wel die trend. Ik bedoel, we hebben digital well-being ja. in Android P. We hebben dat dashboard of hoe heet het bij iOS. Ik bedoel, fabrikanten lijken zich iets meer te beseffen dat, oké, okay, als ze dit helemaal uit de hand laten lopen, dan heeft dat langer termijn misschien een slechte invloed op deze markt van mobiele apparaten. Dan, dan gaan mensen een soort er tegen. Uh, creëren dus laten ze nu Iets gas terugnemen en mensen helpen om het onder controle te krijgen, dan is het, denk ik, voor hun bottom line op lange termijn wel beter. Maar in mijn oren klinken jullie nu een beetje als mensen uit de jaren zeventig zeiden: Ja, nee, ik ben heus niet verslaafd aan die sigaret, maar ik wil wel gewoon op mijn werkplek als ik even stress heb, wil ik even een sigaretje opsteken. Dat mag dan wel. Dan hebben we toch geen rookplekken nodig? Ik hoef er niet naar buiten. Zo klinkt het nu een beetje. Ah, nee, ik heb gewoon echt toen het sturp aanstaan. Dus ik uh, heb, ik... nogmaals, ja, ik heb dan, ik een... heb gewoon op de fit. <laughs> <laughs> ik ben serieus meer bang dat ik mijn telefoon aan man laat vallen dan ik tegen iets. Ja, weet je, misschien is het ook wel. Uh... Wij, nemen, wij zijn natuurlijk opgegroeid op de fiets. Ik kan, ik kan als, ik moet, als het moet, kijk, mijn haar doen en mijn tanden poetsen op de fiets. Ik bedoel, achterstevoren. Daar wil ik een filmpje van zien. Nou oh, is goed, kan. Maar uh, moet, je, moet je wel, wel, wel meefietsen om te filmen? Dat wel. En dat, maar dat kan dus niet als je dan KPN hebt. Maar. Oh, je kan wel filmen natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, het, het, het voelt voor mij niet. Uh, ik heb zeker ik heb ongelijk, weet ik. Maar uh, de, de, ja. als ik aan het fietsen ben, dan voelt het voor mij totaal niet als, als onveilig aan. Wat ook de bestuurder in de auto zegt als hij zegt: ik stuur gewoon even een appje. What's the big deal? I know. Maar ik woon dan ook. Terwijl, dat is wel mijn voordeel. Ik woon in Almere. Almere is een en al fietspad. Dus er kan niet heel erg veel misgaan. Eh. Uh, Anders dan een keer tegen een lantaarnpaal aanrijden. Maar ja, goed, dat heb ik dan. Heb ik dan leer je mee. vanzelf wel. Nee, maar allemaal. precies. Natuurlijk, ik, hey, ik zit fout, weet ik. Maar ja, ik, ik, ik heb gewoon op de fiets, ja. There, I said it. Opa. Desondanks denk ik dat dit een goede ontwikkeling is. Dat hier aandacht voor is. En ik denk je, dat je, het jonge levens gaat redden. Maar misschien ik, ben echt niet heel, ik ben echt heel bang, bang dat ik bij mijn volgende verjaardag zo'n fietslot krijg. Hey, ik dacht het ook net al. <laughs> maar ik ga niet hardop zeggen. Gepremonteerd <laughs> ja. op mijn fiets ook gewoon. <laughs> <laughs> ik ben vooral benieuwd of dit gaat uh, verkopen. Maar daar gaan we vanzelf achterkomen. Um, oh, nog even, even. Is het verboden trouwens? Want in de auto eh, app's, eh, of je, je mobiele telefoon in je hand hebt in de auto, staan dikke boetes op. Ja. Is het verboden op de fiets? Um, er was wel een plan voor wetgeving en het was in gang gezet. Maar ik weet niet de status ervan of dat er al door is. Maar ik, het lijkt me heel logisch dat op termijn in elk geval... Nou, je, bent gewoon, verboden, je bent gewoon een deelnemer aan het verkeer. Dus ik precies. zou het heel logisch vinden als het wel verboden zou het zijn. Het lijkt me alleen bijna niet te handhaven. Nee. Zoveel fietsers in Nederland. Ja, moet je vergelijk, iedereen vergelijk, een met vergelijk het, vergelijk het met licht op je fiets. Ja. Je kan honderd je, je kan keer zonder licht rijden en waarschijnlijk 99 keer gaat het goed. In één keer kom je, kom ja, je politie, een politievuikje tegen en dan uh, ja, moet je dokken. Uh, nu zit ik even te kijken of ik Arnoud zijn bruggetje skills kan channelen. Of we van een fietslot uit kunnen komen bij. Nee, nee, het gaat gewoon niet lukken. Nou ja, kijk, als je dus chat terwijl je op de fiets zit, dat, oh, uh, dat levert nee. dus een geschiedenis op. Oh, het is heel luguber. Maar oh, stel wat? nou dat je aan het WhatsApp bent op fiets en je rijdt <laughs> Nee, mijn bruggetje is veel leuker. <laughs> en je rijdt ergens tegenaan en je rijdt heel hard tegenaan. Dat is heel triest, want dan ben je er niet meer. Maar dan heb je dus een soort um, digitale, digitale erfenis in je chatgeschiedenis. Arnoud Wokker, take it away. <laughs> ja, inderdaad. Een heel mooi bruggetje. Want in, uh, in Duitsland heeft de, de Hoge Raad... Ik probeer de naam in het Duits ervan niet uit te spreken, want het klinkt nergens naar. Zal ik het toch proberen? Doe eens. Bundesamtsgericht... Oh, prachtig. Oh. Bundesamtsgericht. Volgens mij is dat uh, Die heeft vorige, vorige week een, uh, een uitspraak gedaan over... Uh, in, een, in een hele trieste zaak was een meisje... Was omgekomen bij een metro-ongeluk. En haar ouders waren niet zeker of het zelfmoord was of niet. En ze had een Facebook-account. Had ze aangemaakt onder beheer van haar ouders. Want ze was pas twaalf. En de ouders hadden ook het wachtwoord. En die zeiden na haar overlijden... Facebook, we willen graag inzicht in haar uh, uh, communicatiegeschiedenis via Facebook. Misschien dat we aanwijzingen vinden of zij... Zelfmoord heeft gepleegd. En Facebook zei nee. En toen gingen ze daarvoor naar de rechter. En de... Op welke gronden zei Facebook nee? Uh, Facebook zei nee, omdat, omdat je als je communiceert doet dat met meerdere personen. En de privacy beschermen van iemand die is overleden, uh, dat huh? hoeft niet en dat kan niet. Maar de nog levende uh, persoon aan de andere kant. Ja, die hebben natuurlijk wel recht op privacy. Maar Ach, je, je zegt net, de, ze heeft een, een Facebook-account onder supervisie van haar ouders, want ze is twaalf. Dan, dan zou ik denken, dan, dan kun je dus als ouders per definitie bij die chat komen. Dat is toch het hele idee? Nee, want ze was overleden. Dus Facebook had een in memoriam pagina uh, op die plek gezet. Dus daar konden okay. ze niet meer bij. Ah, okay. Maar de, ze stonden nog wel gewoon in de serverlogs. Dus Facebook kan dat gewoon ja. um, uh, overhandigen als ze willen. En Facebook zei, we moeten de privacy van de andere partij met wie zij gechat had, moeten wij beschermen. Ja, dat, daar kwam het op neer. En de eerste de lagere rechter zei: Nee, oh, Facebook moet gewoon die chatgeschiedenis geven. Vervolgens ging het naar een hogere rechter die zei: nee, de privacy van een levende persoon is nog belangrijker. En vervolgens kwam het dus bij de hoge Raad terecht. En die heeft bepaald dat Facebook inderdaad die chatgeschiedenis moet geven. Want zo redeneerden ze: als je analoge brieven schrijft, liefdesbrieven bijvoorbeeld, en je bent overleden, dan behoren die ook tot de erfenis. En we maken geen onderscheid tussen analoge en digitale inhoud. Dus je chatgeschiedenis hoort ook gewoon tot je erfenis. En, uh, en, en zouden de erfgenamen dus over moeten kunnen beschikken. Dus als ze daarom vragen, dan moet je dat gewoon overleggen. En wat interessant is, dat ze dit helemaal in het algemeen zeiden. Want op het moment dat je twijfelt over zelfmoord en het is zo'n triest ongeluk... dan snapt iedereen dat. En dat is maar op het moment dat het gaat om een volwassen iemand... en de erfgenamen die hebben helemaal niet zo'n doel ermee... Maar ze vinden het gewoon onderdeel van de erfenis. Uh, dan nog zou het moeten mogen volgens de bewoordingen van de Hoge dus Raad. Het is een algemeen recht gewoon. De situatie ja. maakt in deze niet echt uit. Precies, het is algemene jurisprudentie. Iedereen kan hiermee naar de rechter stappen en zeggen: Kijk, de Hoge Raad in Duitsland heeft dit gezegd. Voor de duidelijkheid: dat kan in Duitsland, in Nederland heeft dat minder zin, maar in Duitsland kunnen ze daarmee dat wel afdwingen. Ja. Maar dit kun je dan toch een directe lijn trekken naar alle andere vormen van digitale communicatie. Dan kun je kunt ook zeggen, ja. ik, je kan nu iemand zijn e-mails opvragen van iemand die overleden is en ja. waarvan je erfgenaam bent, of uh, Twitter DM's, of ja. dat pretty lijkt much me alles, op. elk spoor wat iemand digitaal heeft achtergelaten. Dat lijkt me ook. Ja. Dat lijkt me best wel serieuze implicaties hebben dit. Dat lijkt me ook. ja. Want stel nou, stel nou bijvoorbeeld... Vandaar dat we me even in de programma hadden gezet. Ja. ja, nee, nee. Maar ik bedoel, hè, uh, 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 ja, ik, ik, ik ga nu uh, misschien een aantal stations al voorbij. Maar stel inderdaad dat er iemand doodgaat... waar jij gewoon best wel gevoelige dingen aan hebt gestuurd. Weet je wel? Gewoon geheime dingen die niemand, zelfs je beste vrienden... misschien je partner niet eens, weet je wel? Uh, gewoon in principe waarvan jij zoiets hebt van... dat mag gewoon niemand weten. Als dat dus bij de erfenis hoort... dan ligt dat daarna bij de erfgenamen van die persoon. Ja, dat, nou, is, dat is best wel. Nou, niet uh, automatisch, je moet het wel opvragen. Ja, oké, okay, maar dat kan dus wel. Ja. Terwijl... En dat is natuurlijk een, een bepaalde soort van schaalvergroting. Want kijk, je zegt liefdesbrieven worden daar ook al bij. Nou ja, uh, uh, liefdesbrieven is uh, vaak één of twee. En zodra je er een vlammetje tegenaan houdt, ben je er vanaf. Uh, mensen zijn zich over het algemeen, denk ik, minder bewust... hoeveel er wordt opgeslagen in dat soort logs. Uh, ja, ik weet ik, ik, ik ik weet niet of de Hoge Raad hier gelijk heeft eigenlijk. In, ik ja, het denk, feit dat het al dus twee keer in de weer geketst is tussen ja. verschillende rechtbanken laat wel zien dat het niet ja. een hele zwart-wit situatie is. Kijk, ik ben natuurlijk ook maar een boerlul uit Nederland die nu zegt dat de Hoge Raad in Duitsland ongelijk heeft. Ik dus <laughs> heb helemaal geen verstand van. Ik nee, nee, kan we, het er ja. ja. gewoon niet mee eens zijn. Dat dat nee, schrijf. maar uh, kijk, um, in dit geval vind ik het een ander verhaal. Ik, uh, laat ik het zo zeggen. Ik zou, ik zou het misschien zo willen zien dat als er inderdaad een specifieke aanleiding is, er is een bepaald vraag om beantwoord, er moet een bepaald stuk informatie uitgehaald worden, dan kun je zo'n vraag doen en misschien moet je daar wel een soort van arbiter bij hebben die dan inderdaad gaat bepalen van, nou ja, dit kan wel, dit kan niet. Maar in het algemeen alle communicatiegeschiedenis van iemand die iemand ooit heeft gehad, ik zou het niet doen. Ik denk dat je dan ik vind het ook redelijk vergaand dit. Ja, want inderdaad. Ja, dat vind inderdaad, ik ook. inderdaad broer, je, je hebt je kan, als je goed genoeg graaf, kun je fucking hele MSN-gesprekken van, van, van toen iemand uh, 13 tot... Nou ja, goed, whatever, hoe lang MSN geleden is voor jullie. Maar uh, die kun je ook allemaal nog terughalen. Je kan zo verschrikkelijk veel... Gewoon, je kan chats terughalen uit een tijd... Ja, ik weet niet of dat letterlijk waar is trouwens. Maar je kunt... Je kunt uh, misschien ook wel. Je kunt uh, zoveel terughalen, uh, ook maar, maar ook bijvoorbeeld uit een tijd dat je helemaal misschien nog niet bezig was met van... Oh, wacht even, dit wordt allemaal bewaard. Misschien dat het over 10, 20 jaar allemaal super ingeburgd is en dat je gewoon standaard alles verwijdert weet ik veel. Maar... Ja, ik weet het. Ik, ik, ik denk dat dit een beetje nou, een, een iets, te, iets te verregaande beslissing is. Kijk, ja, Voor de, of de overledene uh, ja, maakt het natuurlijk minder uit. Maar wat je zegt, die communiceert gewoon met andere mensen. en Dat is toch ook een belang wat je moet meewegen. Maar dat laat maar wel weer eens zien hoe belangrijk het is om je bewust te zijn... van welke data je over het internet verstuurt, hoe je dat doet. Want als je bijvoorbeeld uh, WhatsApp gesprekken, vallen gewoon niet onder. Het is allemaal encrypted. Daar kunnen ze niks mee. Dus als je niet gewoon end-to-end -end encryption gebruikt, als je ja, denkt, absoluut. ik wil digitaal echt met mensen uh, hele persoonlijke dingen bespreken en communiceren. Ja, ik zou dat niet via Facebook doen uh, of via Twitter DM's of dat soort dingen. Maar weet dan wel gewoon, ja, ik ga er persoonlijk bijna altijd vanuit als ik iets via internet, als ik iets inderdaad op slinger, en ook al is dat privé op mijn Facebook pagina of, of het is een Twitter staan. DM, dan ga ik ervan uit, dat kan ooit publiekelijk bekend worden. En als je dat in je achterhoofd houdt en daar gewoon een beetje je communicatie op afstemt, Um, dan kan je ook nooit voor nou, verrassingen komen te staan. Want dan weet je, ja, het is gewoon, het is out there. En het zit in, in servers en die worden gebackupt. En die servers die worden weer gemarried met een heel ja. CDN en weet ik niet wat. En ja. die data is gewoon kwijt. Nou ja, weet je, het is, uh, uh, ik zal nog even nadenken over het vorige punt van wanneer wel en wanneer niet. Je had op een gegeven moment uh, met ADE vorig jaar, of het jaar ervoor alweer, was er rond die tijd, was er een meisje van, ik geloof 16 of 17, die was omgekomen. En natuurlijk hebben ze een uiteindelijk een toxologisch uh, rapport gedaan. En uh, hadden ze, uh, daar vonden ze dan inderdaad wel sporen van een druk. Ik geloof MDMA, maar ik weet het niet zeker meer. Maar de ouders hielden vol, dat moet iemand dan in haar drinken hebben gedaan. En anders, want zo is zij niet. Dan denk ik wel van ja. Als je bij zo'n meisje nou in de telefoon kan kijken. dan leer je misschien nog iets. Weet je, dat, op dat soort momenten heb ik wel zoiets iets van. Ja, als je, kijk, dat, ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij als ouder zegt van nee, zo was ze niet. streep eronder we laten daarbij. Dat zou ik waarschijnlijk doen. Um, maar ja, als je per se dat antwoord wil hebben, dan vind ik dat wel een kaas. ik zeg, van, nou, wij, willen, wij, wij zitten met een hè, dit is, dit is een gat, we willen, willen die informatie hebben, vind ik een wezenlijke grond om daar... Uh, en ja, dan, dan kun je... Dat vind ik wel... Maar, ja, maar waar, 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 dan ga je al richting strafrecht en dan waar die, waar die mag lijn het sowieso ligt. al. Bedoel, dan hoeft het geen onderdeel te zijn van de erfenis. Ja, oh ja, dat is ook weer een goed punt. Maar dan kan gewoon de politie gewoon... Dan kan de politie dat natuurlijk opvragen en dan, en dan ja. is dat een goede grond om dat ook uh, te verstrekken. Ja. Betekent dit iets voor Nederland? Kun, kun je iets zeggen over volgen wij Duitsland hier vaak in? Of in hoeverre is dit iets wat qua jurisprudentie wel eens overgenomen wordt? Nou, ik ben geen advocaat of jurist. Dus uh, neem mijn woorden niet al te letterlijk. Maar het Nederlandse recht en het Duitse recht liggen dicht bij elkaar. En de Duitse Hoge Raad heeft het ook getoetst aan de AVG. Dat is ook gewoon de privacywetgeving. Omdat die Europees is, die ook in Nederland geldt. Dus ik denk als je hiermee naar een Nederlandse rechter stapt, dan kijkt hij zeker wel naar die Duitse uitspraak. Um, uh, maar het betekent niet automatisch dat die rechter het ook zal volgen. Um, en ja, al die uitspraken wat je zei, dat heeft al laten zien. En ook de discussie hier dat dit niet een zwart-wit kwestie is. Er zijn hier heel veel grijs Ik denk dat rechters het per geval gaan bekijken. op het moment dat ze dit voor de, voor de kiezer krijgen. Uh, of, dit, uh, of, of het een goede grond is of, of niet. En als duidelijk blijkt dat de persoon die is overleden dit geheim had willen houden. en er is geen strafrechtelijke aanleiding. Um, maar het is puur nieuwsgierigheid. Ik denk dat een rechter dan wel eens kan zeggen... nou, dit is niet echt een goede reden om dit te doen. Ja. Dus, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar dan ga je er inderdaad uit dat het case-by-case case wordt... en niet dat er één keer een uitspraak komt waar daarna alles onder valt natuurlijk. En dat, daar lijkt het nu dus wel op. Ja, in Duitsland ligt dat ietsjes... want wat de Hoge Raad zegt, dat heeft wel heel veel gewicht. Ja. Dus ik denk als je nu als Duitser naar Facebook stapt en je vraagt dat op... Dat je dat makkelijker krijgt, want ze zullen niet opnieuw al die zaken willen voeren. Nee. Jurisprudentie, dat weegt wel zwaar, ja, toch, is het, toch is het raar. En ik, toch, ik, ik acht de kans dat namelijk de Nederlandse rechtbank een andere uitspraak doet vrij groot. Uh, niet zozeer, of, of niet minstens zo groot als dat dezelfde uitspraak is. Omdat wat je nu aan het doen bent, is je bent allerlei digitale dingen aan het toetsen uh, uh, op basis van wetten die uit een heel ander tijdperk komen. Wat, wat je zegt, de, de Hoge Raad in Duitsland zegt dus eigenlijk van nou, uh, liefdesbrieven horen ook bij een erfenis dus uh, digitale, uh, digitale communicatie ook, maar dat is veel meer, veel breder. Het, zeker nu, weet je, er zijn zoveel verschillende kanalen. Uh, je kunt je afvragen of dat wel helemaal hetzelfde ding is, natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, wetgeving is gemaakt op basis van uh, mensen en hoe wij mensen met elkaar omgaan. En dat is digitaal. Het zijn de omgangsvormen misschien iets anders, maar communicatie tussen twee mensen is communicatie tussen twee mensen. En ik denk dat dat dus niet wezenlijk anders is. Daar geef ik de hoge raad dan wel weer gelijk in. Aan de andere kant, analoge communicatie hebben we een stuk minder van. Stel je ja. voor, ik ben jouw erfgenaam en jij rijdt Whatsappend op de fiets tegen een paal aan. En dat doe je met 100 kilometer per uur. Um, ik ben echt zo'n goede fietser. <laughs> je ging bergaf. Ik, ik, ik zou er niet aan moeten denken om al jouw communicatiegeschiedenis te moeten doornemen. Want dat is echt mega veel. Ja. Als ik dus, soms ja. iets moet terugvinden in een bepaalde chat, ben ik al minutenlang bezig. Ja, precies. Precies. Dus en, en aan de andere kant, het is ook... En, en dat, nu is het pas 2018. En als je dan 80 bent en je bent nog jaren en jaren verder, en dan heb je alle communicatiegeschiedenis geschiedenis sinds pak een B 2010, ja, dan, 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 dan sta je voor een onmogelijke opgave om daar iets mee te doen of überhaupt maar door te lezen. Control F. <laughs> en gaan zoeken. <laughs> Jongens, uh, omwille van de tijd moeten we ook nog eventjes sneakpeaken. Ik ben weer eens een reviewtje aan het doen. Ja, dus ik heb nee, zelf dus, er maar gewoon in Wat ben je aan het bekijken? Zeg zag je met een helm op je hoofd. Je zag je met een helm op mijn hoofd. Uh, we hebben de 5 Pro binnen. Oeh. Uh, Lijfant, wat is het? Nou, ik mocht toch wel hopen dat mensen de zeggen. De HTC zegt. 5 Pro? De HTC 5 Pro. Ik uh, denk een jaartje, twee geleden, uh, kwam de eerste generatie VR headsets uit. In ieder geval van de, van de huidige VR revival, zeg maar. En je had de HTC Vive en de Oculus Rift. Dat waren eigenlijk de twee grote. En toen kregen we later dit jaar nog mixed reality headsets van, uh, van allemaal uh, aan Microsoft geleerde partijen. En de HTC komt nu eigenlijk, ze noemen het niet de Vive 2, ze noemen het de 5 Pro. En dat is ergens wel typeren, want ze lijken een beetje te mikken op mensen die hier professioneel mee bezig zijn. Want dat ding is stervensduur. Je koopt nu voor minder dan 500 euro gewoon een kit van een Rift of een Vive met uh, je, je tracking stations, je controllers erbij, alles op en eraan. Deze pint me niet helemaal op vast. Ik moet nog nazoeken voor mij. 7,99 of 8,99 alleen voor de bril. Hm. Um, en dan zou je ze eigenlijk de rest nog bij moeten kopen. Werken ze gewoon wel met de set van de 5? Ja, je controllers werken ermee, je base stations werken ermee. En ze komen zelfs met uh, 2.0 tracking stations. Uh, Waarbij je dus naar uh, ruimtes van 10 bij 10 meter kan gaan. En, en dat was 5 bij 5 Ja, dat zeg ik eventjes. Denk ik. Maar in ieder geval een flinke stap vooruit. En uh, ze zijn nu met beta-test bezig bij Velf. Want Velf samen met HTC, on, uh, ontwikkeld. Uh, onderdeel van hun Steam VR-platform. Dat hele room-scale-tracking. Um, ze zijn nu bezig met tracking door meerdere ruimtes heen. Dus dat jij een kamer uitloopt. door een gang heen loopt. een andere kamer inloopt. En dat is overal in jouw line of sight van die stations hangen. Oh, dat is cool. En dat is zeker dus uh, voor, nou weet je, zoiets als we in Amsterdam Noord hebben. Zo'n VR arcade bijvoorbeeld. Ja. Uh, is dat echt tof. En daar lijkt het echt wel op, op gemunt. Want je hebt dus, dat ding is redelijk duur voor de consument. Uh, heet ook Pro. Um, dus het lijkt een beetje voor, ja, of de, de ontwikkelaars onder ons. Of uh, de, de, ja, de, de exploitanten van VR experiences. Is het mooier? Ja, want het grootste verschil van dat ding. Uh, goed moet je Er zijn een paar dingetjes. Ergonomisch is hij veel fijner. Um, die eerste five die had natuurlijk gewoon een hoofdband met klittenband. En dan moest je dan vastmaken. Dit ding is eigenlijk van kunststof. Het is bijna een beetje hoe je een, 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 soms een ski helm of een fietshelm vastzet. vastzet. Dus je zet hem over je hoofd heen. En achter heb je dan zo'n draaiknop. En dan kun je hem gewoon klemmen. Wat veel fijner is. Hij heeft ingebouwde uh, speakers. Uh, gewoon earpads eigenlijk. Oortjes. Uh, wat ook want bij de oorspronkelijke 5 moest je dan weer een losse koptelefoon opzetten. Super irritant allemaal. Maar vooral uh, de displays hebben een hoge resolutie. Dus het beeld Oeh. is gewoon weg veel scherper en een van de grootste dingen, een van de grootste manco's aan de huidige VR-headsets, in mijn mening is het screen door effect dat je dus het lijkt alsof je door een hoordeur heen kijkt, je ziet overal lijntjes lopen omdat er gewoon allemaal loze ruimte tussen die pixels zit en dat is echt een heel stuk minder. Dus uh, games waar je normaal bijna de interface niet in kan lezen en de lettertjes niet ziet, omdat het gewoon alleen maar onscherp en blurry is, dat kun je hier gewoon wel scherp in zien. Uh, we zijn er nog lang niet. Dit moet nog steeds weer een factor 2, 3, 4 verder uh, voordat het echt net zoals, zoals wij de wereld zien. Maar het is wel, dat is echt duidelijk next gen, om het zo maar te zeggen. Mm. Dus uh, denk voor de mensen die heel veel geld hebben. en heel veel van VR houden. Um... Nou, vooral het laatste denk ik. Ik bedoel, heel veel geld. Ja, kijk, even, ik geef het ook niet zomaar uit op een gemiddelde dinsdag. Maar 7,99, 8,99. Als ik echt heel veel van VR ben ja ik bedoel ik koop ook gewoon een next gen console als uitkomt de Exodus, en die is ook Exodus die is hè ja. dus als je nog niks hebt dan kun je nog een paar honderd euro er bovenop gooien voor je base stations en controllers ja en, en, nee, en, en dat is waar maar natuurlijk. als je dus al als je echt die VR fan was dan heb je die controllers sowieso al en je wil als je een Vive hebt is het een nou, upgrade je wil je wil inderdaad uh, wel die nieuwe tracking dan met voor die tien meter en door meerdere kamers heen dat wil je absoluut um, maar ja weet je een hobby mag in die zin een hobby mag geld kosten ik ken ook mensen die die die, 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 die als een hobby een thuisbioscoop proberen te bouwen en daar uh, dan uh, een set van, van etterlijke duizenden euro's tegenaan gooien. Kijk, tuurlijk, uh, dit, is niet, dit is niet iets wat Jan Modaal uh, zo even doet. Maar ja, je hoeft hier niet steenrijk voor nee, te zijn. Nee, dat natuurlijk. is wel waar. Kijk, als je zegt: is het, is het goede value for money? Nee, dan is het gewoon voor een kleine upgrade heel veel extra. Ja. Wil je de beste ervaring? Dan koop je dit ding. Dan koop je de 5 uh, wireless tracker erbij, of de wireless uh, transponder, die heb ik op CDS kunnen gebruiken. Dan heb je dus ook geen kabels meer, want je hebt nog steeds een kabel hier die in de knoop kan raken. Ja. Dus mm -hmm. wil je dat, dan koop je dit ding met die nieuwe base stations, met zo'n wireless ja. module. En dan kun je dus altijd malle gaan rondrennen in een ruimte van 10 meter 1500 euro verder of zoiets, alles bij elkaar. Ja, om en nabij, gok ik. Ja, nou goed, als jij een high-end, als jij uh, echt een beetje serieus gamer bent, en je denkt, goh, toch maar eens een keer nieuw PC. En dan zit, moet je ook de Game zit, PC erbij hebben. Ja, ja, die moet je nou ook hebben. Ja, Aan okay. de andere kant, misschien kan je hem over twee jaar dan weer verpassen als er iets nieuws uitkomt en als je daar nog goed geld voor krijgt. Ja, die ontwikkelingen, die zullen wel redelijk, uh, redelijk ja. hard doorgaan. Ja, volgens mij zijn de fives en de Rifts ook nee, niet waardevast, maar wel zijn niet heel erg in waarde gedaald sinds hun ze uh, ah, maar tegen? Nu zijn ze redelijk stabiel, maar ze begonnen echt rond de 800-900 euro nu zitten ze op 400-500 euro. Ja, dus goed, dat is ook nog als je helemaal in het begin niks. gekocht hebt, dan hebben ze wel een kleine tubbel ja, okay. gemaakt. Ja. Maar anyway, ik moet nog even druk aan de slag met wat dingen benchmarken. Want wat betekent dat dan weer uh, met die hoge resolutie? Moet je nog een dikkere PC hebben? Ja. Dus we moeten nog wat, uh, wat dingetjes eraan testen. Maar ergens volgende week moet dat uh, op de site verschijnen. Leuk. Ja, benieuwd. All right. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Dankjewel, Arnaud. Graag gedaan. Dankjewel, Jur. Joep. Uh, en dankjewel uh, voor het luisteren. Heb je comments, feedback? Nou, je weet het zo langs wel. Zet het onder de post of mail het naar ons naar podcast.tweakers.net. Tot volgende week. Dois.